Ik ben Minkva. Ik ga vandaag een gerecht maken die eigenlijk bedoeld is als voorgerechten. Maar als je het zo lekker vindt, mag je ook wel helemaal als hoofdgerecht bewaken. Rundesliertjes met zoet pikant saus. Ik heb een stuk runde bieflap gekocht. En daarnaast hebben we nodig, dat is bamboesliertjes, winterbeen, uitjes, ijsbergsla, aardappelzetmeel, een beetje boter en zoete pikante saus, lekker chili saus. Ik begin met die in sliertjes te snijden. Wat ik ga doen is de lapje vlees nog dunner maken. Door in het midden te snijden. Nu ga ik ze in sliertjes vorm snijden. Ik denk dat ik alleen maar één stuk gebruik. Dit is al genoeg. Dit is heel veel al. Deze ga ik bewaren voor een andere keer. Die gaan we nu marineren. Beetje zout. Peper. Rijstwijn. In derde dopjes. Klein beetje vetje in. Olie, beetje sojasaus. Nou, even goed mengen. Ongeveer een kwartiertje laten trekken. Langer is beter. Maar als je tijd tekort hebt, een kwartiertje is goed. Nu gaan we de groenten voorbereiden. Deze heb ik alleen maar blikopener nodig. Nou, werkt niet. Wat een rare ding. Oeps. Deze sliertjes doe ik koken in het water. Ook nog een beetje winterpeen nodig. Mooi hè, vasthoudend folie is dat. Ik ga ze in sliertjes snijden. Eerst een plakje. Goede mes helpt enorm. Als je een mes hebt van 200 euro. Zo, samen even koken. Wat ook lekker erbij is, een beetje sliertjes erin. Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel nodig. Dat is met restaurantgerecht altijd. Want in een restaurant kunnen ze zoveel verkopen. Overal een beetje erin. En thuis kun je niet een beetje koken. Ik zou zeggen 1/4 uit de 1. Ja. En even kijken of deze kookt. Ik denk dat je wel begrijpt dat ik het hier niet allemaal nodig heb. Maar je kan ze gewoon goed bewaren. Als je nou elke dag in schoon water en bewaart in gewoon koud water in de koelkast. Dan kun je echt 3-4 dagen mee bewaren. En als je de chapchoy maakt, dan kun je deze ook ingooien. Of een migoen. Migoen maken. Ja, migoen maken met deze sliertjes erin. Super lekker. Is al goed. Nu even afspoelen. En goed afspoelen. Ik hoef niet allemaal erin. Dat weet je. Dus een klein beetje. Dit klaar. Hier heb ik een pan met, frituurpan met olie erin. Die heb ik nu aangezet. Wacht nog even dat het zover is. Ondertussen ga ik nog even verder met voorbereiden. Dat is ijsbergsla snijden. Ik ga nu aardappelzetmeel toevoegen aan deze mengsel. Dat is mengen van rundesliertjes, bamboe, winterpeen en uitjes. Beetje aardappelzetmeel, niet te weinig. We houden niet van zuinig zijn. Proberen ze los van elkaar erin te doen.
En alle groenten ook erin. Nou, klaar. Deze moet juist heel goed krokant bakken. Dan is het niet meer taai, want anders als je dadelijk klaarmaakt, is die rundvlees heel erg taai. Dus je moet echt goed krokant bakken. Ja, niet bang dat het te lang gebakken wordt. Ik ga ze nu uithalen. Het ziet er prachtig uit. Even eentje proeven. Nog niet klaar. Het smaakt wel heel goed. Even kijken of ik alles nodig heb. Nee, ik heb niet alles nodig. Zo is genoeg. Even de boter goed laten doorbakken. En nu een beetje chili saus erin. We zijn klaar. Zo, twee kleurig sesam. We zijn helemaal klaar. Zo. Rundesleertjes met zoete pikantensaus. Eet smakelijk! Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag! Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal.